pastor Jan Veld. Geboren in Castricum en op 90-jarige leeftijd nog steeds actief voor de kerk in Limmen. Heeft zich jarenlang ingezet voor homo-emancipatie binnen de katholieke kerk. In 2023 werden de sancties die de kerk tegen hem had ingesteld opgeheven en ontving hij een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet. Ik ben een geboren Castricummer. Dat zeg ik toch met enige trots. Ik woonde op het Noordeind. Dat was een boerderij, een oude boerderij. Die was aan de Kooiweg, dus een oude dijk. Ja, ik heb daar een fantastische jeugd gehad. Boven mij zijn dus 12 broers en zussen, 7 zussen en 5 broers. Ik was nummer 13. Ja. En ik had ook het grote voordeel dat ik de jongste was van het stel. En zussen boven mij en broers boven mij. En die 5 broers boven mij waren allemaal geïnteresseerd in het agrarische bedrijf. En ik niet. Maar ik ging veel liever naar de kerk. Ik wilde dat ik 8 jaar was en wat ben je dan, 9 jaar was, wilde ik priester worden. Heb ik altijd gewild, nooit iets anders. En ja, ik ben daar, laten we zeggen, het ongelukkig mens in geworden. Ik had daar, er was daar, in die hoek was daar de opkamer in de kelder. En op de opkamer, ja, dat was mijn domein, daar had ik mijn altaartje staan en de spullen en zo. Dat zat er toen ook al natuurlijk al in. Ik was ook wel gefascineerd wat er dus in die kerk gebeurde, begreep er overigens helemaal niets van. Maar iedere zondag gingen wij allemaal, de broertjes boven mij ook, met vader mee naar de kerk, hadden daar een vaste plaats. Bank 6, de eerste 3 plaatsen, ik weet het nog. Ja, en naarmate ik ouder werd, zag ik ook dat die kapelaans een rolmodel waren. Ik wilde ook heel gauw missienaar worden. En dat vonden ze thuis, denk ik, wel prachtig. Er was, in de oorlogsjaren was er een priester. En die kwam uit Frankrijk, we noemden hem de Franse pastoor. Die maakte zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Met name dus, met jongens, een uitgesproken pedofiele man. Daar ben ik ook, ik wil mezelf geen slachtoffer noemen. Maar daar heb ik wel mee te maken gehad. Hè. Maar uiteindelijk heb ik daar geen trauma aan overgehouden, zoals vele andere misbruikslachtoffers dat wel hebben. En ik weet hoe ernstig die impact kan zijn, dat weet ik. Maar godzijdank heb ik dat niet. En ik zeg dat dankzij het feit dat er toen in Castricum daar priesters waren, bij wie ik mijn verhaal kwijt kon. En die namen mij serieus. Dus het is voor mij in mijn leven dus nooit ontkend. Hoewel hoor, groot geheim. Hè? Ik bedoel, daar werd thuis niet over gepraat. Absoluut, dat was een groot. En eigenlijk tot op vandaag. Mijn vader, toen ik eenmaal naar het seminarium ging, zei hij altijd: Jan, als je terug wil komen, kom je terug. Hè? En dus dat vertrouwen was er. Maar ze waren natuurlijk wel trots op me, dat denk ik wel. En ik wilde dat ook wel waarmaken. Ja, dat wordt vaak gezegd van, ja, kies dan maar voor de priesterschap, want dan is het als man alleen zijn, celibatair leven leiden, dat is geaccepteerd en de norm en zo. Dat heeft voor mij nooit een rol gespeeld. Ik heb nooit iets anders willen worden, dit wilde ik. En hierin was ik ook vasthoudend, want ik ging dan in 1947 naar het klein seminarie. Het was Spartaans daar, streng regime, op tijd opstaan, een hele strakke dagorde. En het is tegelijkertijd een gymnasiumopleiding. Ik ben in 1960 ben ik priester gewijd. En in september werd ik benoemd, je werd toen benoemd nog, hè, mijn eerste plaats in Sloten. Op zondag had je de zondagspreek. En dat waren preken van, ja, dat moest al minstens 20 minuten zijn.
En je hebt er nog eigenlijk geen ervaring, je moet het uit de boeken halen. Terwijl je natuurlijk, achteraf leer je dat. Je moet het niet uit de boeken halen, je moet het uit de mensen halen. De priesters wisten het en het gelovige volk had maar te luisteren en te volgen. En dat is gelukkig, maar ook recent natuurlijk, hè, aan het omkeren. Dat is nog een heel proces hoor, ja. Toen ik kapelaan was, begreep ik al dat wij met het Latijn en met allemaal vastliggende rituelen, de mensen niet meer bereikten. Dan komt ook het feit dat het onderwijs in den brede natuurlijk beter wordt. Velen gaan ook naar een middelbare school en nog een hogere opleiding. Dus ook het denkniveau wat dat betreft wordt gestimuleerd. En de kern dus van dat heel veel mensen afhaken, vooral van de kerk, dat is nog niet van het geloof. Dat is iets anders. Dat zit hem ook hierin. Twijfels ten aanzien van geloofspunten. En ook, laten we zeggen, in de formuleringen waarin dat als het ware in beton gegoten is. En dat wordt zelden genoemd, dit argument, maar ik denk dat dat een belangrijke rol speelt. Ik ben naar Horen, 16 jaar Horen, ben ik naar Nijmegen gegaan. En daar leerde ik om de verhaaltjes te putten uit de ontmoetingen die ik gehad heb. Het eerste verhaaltje wat ik schreef, is het eerste boekje ook, ze zijn gebundeld. Boekje naar geschreven en dat heet Een bekertje vla. Het was op de intensive care in het Canisius Wilhelminus ziekenhuis in Nijmegen. De intensive care lag daar een knulletje van een jaar of 8, 9. Problemen met eten, hij was ook broodmager. Kwam op de kamer, zijn vader zat naast hem. En op het tafeltje stond een bekertje vla. En hij zei, jongen, drink op. Nee, pap. Toe, kerel. Probeer het nou. En daar was ik getuige van. En dan maak je indruk op me. Ik zag hoe je ermee worstelde. En met grote weerzin toch dat bekertje aan zijn mond bracht. En probeerde wat slokje voor slokje te nemen. En toen dacht ik, God ja. Een mens moet de beker, hoe bitter die ook is. En hoe het hem ook tegenstaat. Maar wel drinken tot de laatste druppel. En zo kwam er een verhaaltje uit. En zo kwamen er nog meer verhaaltjes uit. Dus wil je weten hoe de mensen leven, geloven? Ja, ga naar de mens. Toen hebben ze meteen gevraagd om op Dekkerswald te komen. Dekkerswald, voormalig sanatorium. En ik had dan een heel fijn team, een collega, pastorale werker. Het bijzondere is van die pastorale werken, ik ontdekte daar, of dat heeft hij verteld, dus dat hij eigenlijk op mannen viel. En uiteindelijk heb ik hun relatie ingezegend. Toen mijn huishoudster begon te dementeren, en toen dacht ik, ik moet hier niet blijven. Ik wil terug naar de roots, ik wil terug naar Castricum. Wat natuurlijk het meest bijzondere is, dat ik daar niet in Castricum een vriend gevonden heb. Dus uiteindelijk ben ik ook iemand die op mannen valt. Ik kwam uit Duitsland, is in Nederland komen wonen. We hadden dan, laten we zeggen, via internet hebben we contact gehad. En ik ben toen met de trein naar Hamburg gegaan. En hij kende natuurlijk alleen van mij een foto. En ik herinner me nog,
dat die trein zo door het station Hamburg binnenreed. En dat hij, ik herkende hem ook onmiddellijk, dat hij met die trein meeliep. Wat een moment, hè? Nooit vergeten. Het waren voor mij echt hele, ja, de gelukkigste jaren. Hij is overleden op 26 oktober 2019. Dat is nu dus, dat gaat naar de 5 jaar toe, ja, ja. Zelf ben ik erg dankbaar dat ik hem daarin, ja, nabij geweest ben. Vanaf het eerste bezoek bij de oncoloog, zeggen dus, tot het laatste, zeggen dus. Hij had heel duidelijk zijn wensen, we hadden samen onze wensen dus aan elkaar uitgesproken. Hij wilde geen euthanasie, hij wilde wel palliatieve sedatie. Ja, en op het moment dat hij dat zelf niet meer kon zeggen, moest ik dat zeggen. En dat, zo is het gebeurd. Ja, een dierbare plek, laat ik het zo maar zeggen. Een hele dierbare plek, zeggen, waar ik hem eigenlijk praktisch elke dag eventjes goeiedag kom zeggen. En een wens dat hij op zijn bestemming is. Er staat op het graf, staat daar, vogeltje vlucht naar de bergen. Tekst uit een psalm, psalm 11. En vogeltje, dat staat voor ziel. En bergen staat voor God. En dan gaat de psalm verder en die zegt dan dat daar je plaats mag zijn. Nou, dat vind ik wel een mooie gedachte. Ja, geloven, dat is je toevertrouwen aan onbewezen woorden. Maar het is wel je toevertrouwen. Je hebt dus een bepaalde beeld, een bepaalde verbeelding daarvan. En verbeelding is het kostbaarste wat een mens heeft. De werkelijkheid daarachter ken je niet altijd. En of die er nou überhaupt is of niet is, we weten het niet. Ik hou me, zeg dus, zo'n troostende tekst uit de schrift. En ik zeg natuurlijk ook wel tegen hem, nou Roman, het zou toch wel even fijn zijn als je nog een seintje gaf vandaag op dit of dat, hè? Ja. Ik ben heel tevreden, hoor. Dus als ik terugzie op mijn loopbaan, dan ik heb een hele mooie loopbaan gehad. Dan ben ik, hè? Maar als het gaat over, er zat natuurlijk ook veel eenzaamheid in die loopbaan. Hè? Wanneer ben ik me ervan bewust geworden? Ik zeg op een moment, zeggen dus dat de eenzaamheid van het celibataire leven dus zeggen voelbaar wordt. Dan is zeggen dus. Op een gegeven ogenblik was er een conferentie in Duitsland en er waren ook bisschoppen bij. En toen ging het over het belang, zeggen dus, van de aanraking en de streling. Hè? Toen zei die bisschop, maar er is niemand die mij aanraakt. Een dramatisch woord. Hè? Ja, ja. Dat is een vergelijkbare ervaring. Er is niemand die mij aanraakt. In het begin was het voor mij natuurlijk ook vrij moeilijk om uit de kast te komen. Dat kwam voor, ja, misschien dat sommigen het vermoed hebben, dat weet ik niet, hè. Maar voor de meesten kwam dat werkelijk als een totale verrassing. Zelfs mijn collega in het verpleeghuis op Dekkerswald keken daar verbaasd over op. Nou, er bestaat dus, zeggen dus in Nederland, zeggen een club en die heet het Werkverband van Katholieke Homopastores. En daar ben ik in eerste instantie dus naartoe gegaan, was daar uiteraard welkom. En dat is dan, laten we zeggen, dus een klein milieu waarin je, laten we zeggen, mag zijn wie je bent en daar vrij uit over kunt praten. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat die club er was. En ik vierde in 2010 mijn 50-jarig priesterjubileum. Al die jubilea heb ik grootste met de familie gevierd en dat heb ik nu ook gedaan. En daar was Roman bij. En die heb ik voorgesteld. Ja, anderen wisten dat natuurlijk al, denk ik, hè.
Ik had de mannen van het WKHP ook uitgenodigd, maar die heb ik voorgesteld niet als werkverband van katholieke homopastoren, maar die heb ik voorgesteld, zeg als een, ja, dat is nou een groep mannen die zich sterk maakt voor de rechten van de mens. Nou, graag moeten ze daar natuurlijk wel om lachen, dat is natuurlijk ook, ja. Maar het bijzondere was het, zeg van het gezelschap, dus al mijn nichten en neven, en er zijn er vele, de meeste daarvan hadden dat door, en er kwam een ene afloop naar mij toe en zegt, oom Jan, ben ik ongelooflijk dankbaar dat u dat zo allemaal naar buiten brengt. Zeggen, ze zei toen niet dat ze zelf een zoon had die homo is, maar ze zei alleen maar, ik ben er ontzettend dankbaar voor. En ja, ik ben daarin dus steeds, dankzij ook de ontwikkelingen van die homo-emancipatie binnen het werk van de katholieke homopastoren, maar wat er landelijk gebeurt, wat er wereldwijd gebeurt op dit gebied, zeggen dus vrijer in geworden. En nu ook, hè. Dus ik heb het nooit moeilijk gevonden om homoseksueel te zijn. Ik heb natuurlijk daarmee geleefd, min of meer bewust. Laten we zeggen, duidelijker past dan wanneer je een relatie krijgt. Ik heb al met de huishoudster geleefd. Nou, dat we zeggen, die heb ik op geen enkele wijze ooit tekort gedaan. Dat we zeggen, dus, ze is gedementeerd, ze is ook hier in het verpleeghuis terechtgekomen. Op Dijk en Duin, ik heb alle dagen bezocht. Ligt hier op het kerkhof begraven. Maar toen zij er ook niet meer was, ik bedoel, dan was, dat gaf wel een gevoel van vrijheid, hè. Ik zou mijn 60-jarige priesterjubileum vieren. Dat was in 2020, dat kon toen niet doorgaan. Er was wel een gesprek geweest met de bisschop en dat was geen goed gesprek, van mijn kant niet. En in ieder geval de vraag kwam in 2022, mag ik de viering van mijn 60-jarige priesterjubileum uitgesteld weer hier te vieren. En toen kwam er, zeggen dus, abrupt een nee. Ik had een goede vriend. Op een moment, zeggen dus, verbond die bisschop daar, zeggen dus, allerlei vooronderstellingen en aannames aan die van geen kant klopten. Ik was, daar ben je natuurlijk verontwaardigd over. Zeggen, op basis waarvan, zeggen, word ik hier, laat zeggen, buitengesloten. Ja, ik was daar natuurlijk door behoorlijk in mijn ziel geraakt, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dat jubileum, ik heb mijn ballingschap gevierd, hè, in het mooie middeleeuwse PKN-kerkje in Limmen. En heel gastvrij, voel me daar zo thuis. wat wel heel groots gevierd is hier, dat was het moment, dat zeggen dus dat de suspensie, schorsing opgeheven werd officieel door de bisschop, zeggen, en dat ik hier zeggen dus een soort rentree heb gemaakt, heb mogen maken. En ja, dat was een, het was heel mooi, maar dat ook wel natuurlijk, dat is heel fijn dat je hier een goed contact hebt met de organist, zeggen, en dat je daar ook wat zelf dan zeggen, invulling kunt geven dus aan met keuze van de liederen en zo. Hè. Ja, en toen was er een trompetist en die speelde de triomfmars van Verdi uit Aida. Ja, dat was, ja, dat was voor een neef, een hele nuchtere man, zegt, god, ik krijg er allemaal kippen van. Ik, goed, hè? Dus zo was ook de reactie bij velen. Dat was een hele mooie, verrassende, zeggen dus, entree. Ja. Als ik opnieuw kon beginnen met de kennis die ik nu heb, dan zou ik het heel mooi vinden. Want ik denk, ja, ik denk, moet voor jou bekend zijn, de velden staan wit van de oogst. Er is veel vraag naar, zeggen van, ja, zeg, wie, bij mensen, wie ben ik nou eigenlijk? Wat is de zin van mijn leven? Zeggen, ja, en waar ligt, vind je dan je inspiratiebronnen? Begin bij een gesprek, goed luisteren.
De kleine dingen die maken heel gelukkig. Dat is contact met mensen. Dat is natuurlijk alle dagen. Het kan heel goed alleen zijn, het kan heel goed stil zijn. Ik ben hier heel happy in mijn home en zo. Maar contact met mensen is uitermate belangrijk. Ik ben een religieus mens. Lees daar graag over. Nog steeds. En beleef dat in deze zin. Ja, ik lees elke morgen standaard. Lees ik dus een psalm in de vrije vertaling van Oosterhuis. Die is heel dichtbij, hè. En ik probeer één vers daarvan te onthouden. Uit de diepte roep ik jou, God verlaten, roep ik jou. Ja, dat is heel kort, hè, maar we zeggen dus ook uit de diepte, hè. Dus momenten kennen van, laten we zeggen, van depressiviteit. Zeggen dus dat de eenzaamheid je overvalt. Ik ben niet bang voor de dood, hoor. Dat de leegheid je overvalt. Verzet me daar wel tegen. Maar dat zijn wel dieptepunten, hè? In het leven van een mens. En verbeelding is voor mij een ongelooflijk belangrijk onderwerp, hè? Hoe verbeelding ontstaat. Wat verbeelding doet. En hoe eigenlijk het hele leven van alle mensen voor een groot gedeelte bepaald wordt door zijn verbeelding. Ik denk ook dat de religie voor een groot gedeelte verbeelding is. Maar verbeelding is zo reëel als wat, hè? Vergeet dat vooral niet. Mensen denken, oh, verbeelding, het bestaat niet, het is niks. En al die geloofsartikelen, al die dogma's, plaatst die nou in het kader van de verbeelding, hè? Is het werkelijk zo? Geest is natuurlijk, zeggen dat is een element van de verbeelding, brein. Hè? Maar in die verbeelding komt veel meer binnen. Jung heeft het dan ook al over dromen en over dingen uit een diep verleden. Zeggen dus hoe bepaalde dingen die bij de voorouders speelden, doorwerken nu. Dus er komt veel meer via in die verbeelding binnen dan wij weten. Dat is zo'n rijkdom. Daar zou ik het over willen hebben. Want ik denk dat ik daarmee mensen gelukkig ga maken. Zeg van, als je het zo naar het leven kijkt, kun je relativeren. Ga je er niet onderdoor om al die ellende in de wereld. Ik heb natuurlijk ook mensen teleurgesteld, maar hoe ik herinner wil worden, dat is van, ja, dat wel iets voor mensen mogen betekenen. Dat hoop ik dan maar. Ja. Wat ik erg zou vinden, dat is om afhankelijk te worden. Afhankelijk zo van alle dagen zeggen, geholpen moeten worden. Dus ik ben heel dankbaar dat ik nog zelfredzaam ben en hoop dat ik dat blijf, hè. En nee, laat de dood maar komen. Die zal me, die mag me ook verrassen. Ik bedoel, en wat daarna komt, ik ben daar niet bang voor.